Zo, die blaaskracht is weg. Nog niet. Nog niet? Nee. Nou, u heeft een goede aanzet gegeven, hè? Nou, we hebben nog wel wat te doen tot 15 maart. Vandaag heeft de PvdA haar nieuwe lijsttrekker gekozen en de winnaar is Lodewijk Asscher. Heren van de PvdA, zijn we tevreden? Ja, de leden hebben gekozen. We hebben een nieuwe leider. En je weet ook hoe het gaat, dan scharen we ons met z'n allen achter die nieuwe leider. Dan gaan we... U was voor een ander, hè? Ja, ik was voor Diederik. Ik heb er nooit een geheim van gemaakt. Ik ben al een beetje tegen verandering, weet je. Dus... En dat voor een PvdA, dat klinkt niet zo progressief, hè? Nou, niet tegen elke verandering misschien. Zo, die blaaskracht is weg. Nog niet. Nog niet? Nee. Nou, u heeft een goede aanzet gegeven, hè? Nou, we hebben nog wel wat te doen tot 15 maart. En u bent blij? Ik ben blij, ja. Ik ben trots en ik ben blij, ja. Ik mocht Diederik persoonlijk zeer. Mocht? Mag. Hij is er nu niet. Ja, maar je mag hem toch nog steeds wel? Ik mag hem nog steeds, uitzonderlijk. Maar mocht hem als zeg maar, collega met wie ik veel samenwerkte. Ja, ik heb toen destijds van hem verloren. Ik ken ook dat gevoel om tweede te worden. Nou, dan kunnen we t-shirts laten drukken. En als het nou allemaal toch niet lukt en u moet de oppositie in, gaat u dan ook gewoon de Kamer in? Jazeker. Net als Job eigenlijk dus ook. Ik ga de Kamer in, natuurlijk. Als wij niet in de regering komen, dan ga ik de Kamer in. Misschien als we in de regering komen. Maar ben u daar dan niet bang voor, als u die geschiedenis weet? Nee, want ik heb heel goed over nagedacht. Hij is nu ook zomaar ineens weg, hè? Dus het is gewoon... Ik heb zelf zo, maar ook een beetje dat gevoel, nou ja, kun nagaan, hè? Ja, kun nagaan. Nou, van naar die Diederik. Je bent geen lid of zo. Nee, dat helemaal niet. Nee, maar ik heb natuurlijk altijd meegemaakt. Nou is hij ineens weg. Ja, nee, dat is hard. Dus ik ga hem daar ook wel even bellen, natuurlijk. Ja, natuurlijk, ja. Maar u heeft wel ergens een baantje voor hem, toch wel? Daar heb ik nog niet aan gedacht. Ik denk dat hij daar zo ook niet aan gedacht heeft. Uiteindelijk denk ik wat Lodewijk zei ook in zijn verhaal. De meerderheid van de mensen is dat geschreeuw ook een beetje zat. En die is er ook. En dat lijken we soms te vergeten. Dat blijkt niet uit de peilingen. Nee, het lijkt ook niet op sociale media. Dat is precies hetzelfde. Dus dan krijg je vooral scheldkanonades over en weer. Maar er is een andere massa in dit land. En die moeten we weer zelfvertrouwen geven met elkaar. Gewonnen? Niet op uw sloffen, hè? Niet op mijn sloffen. Ik heb er hard voor gewerkt. En weer hele mooie... Dankjewel. Ja, andere weer. Wel andere dit keer. Ja, nee, ik dacht... Wat is Antonie? Tegen. Nou... Een beetje de VVD-look, hè? Nou ja. Ik dacht, nette schoenen, dat kan ook wel voor een arbeiderspartij. Dank u wel en succes. Hey, dankjewel.